8 tips voor een gelukkiger leven. Het kan gezegd worden dat geluk het meest bevredigende gevoel is dat een mens kan beleven en het helpt bij het doorstaan van alle goede en slechte tijden in het leven en het geeft je goede energie. Om te beginnen is het heel normaal als je je soms ongelukkig of depressief voelt, maar de mogelijkheid om een actief en gelukkig persoon te zijn ligt voor het oprapen. Hieronder geven we je enkele tips om een gelukkiger leven te leiden, die je manier van denken kunnen beïnvloeden, zodat je meer van je leven kunt genieten. Het is normaal dat de dingen die je iedere dag doet op een bepaald moment saai worden en dat je er geen plezier meer aan beleeft. Om dat op te lossen kun je je omgeving veranderen. Ga een sport beoefenen, ontdek nieuwe plaatsen, verander je vriendenkring of ga op bezoek bij mensen die je al lang niet meer hebt gezien. In je verbeelding kun je een stimulans vinden om je gevoelens van geluk te verhogen. Maak een verandering waardoor je je vernieuwd voelt, nieuwe kleding, een nieuw kapsel of een haarkleur die anders is dan wat je altijd hebt. Het is zeer belangrijk dat je begrijpt dat het idee niet is om te veranderen om andere mensen te behagen, maar om echt na te denken over hoe je jezelf wilt zien, zodat je jezelf veilig, comfortabel en mooi voelt. Dit zal dan gemakkelijk terug te zien zijn. Hoewel het noodzakelijk is voor de samenleving om regels en overtuigingen te hebben zodat je met elkaar kunt leven, heb je wel je eigen gedachten over een bepaald onderwerp of levensstijl, zonder iets of iemand die volgens andere overtuigingen leeft compleet te negeren. Vergeet niet dat wat telt is dat je gelukkig bent en vaak wordt dit niet bereikt door het blind volgen van de mensen om je heen. Wees zelfverzekerd over jezelf. Soms willen vrienden en familie je uiteraard advies geven, want ze willen het beste voor je, maar het is van essentieel belang dat je altijd een beroep doet op je eigen oordeel. Accepteer mensen om wie ze zijn. Soms hebben mensen houdingen die ons ontmoedigen of irriteren of ze zijn niet gemakkelijk te accepteren. Als je dit soort persoon in je vriendengroep, op het werk of in je familie hebt, is tolerantie de belangrijkste waarde waar je over kunt beschikken. Je bent op een constante zoektocht naar geluk en als je jezelf vult met woede of ergernis, zal je verder en verder hiervan vandaan komen te staan. Je moet ook beseffen dat iedereen goede en slechte eigenschappen heeft. Probeer de houdingen en vaardigheden die je ziet in andere mensen om je heen te benadrukken en richt je hierop, zodat je je niet bitter gaat voelen over dingen die niet eens belangrijk zijn. Haat en negatieve gevoelens zijn alleen maar schadelijk voor je lichaam en geest. Laat deze niet toe in je leven, laat niet iets negatiefs achter in je lichaam, blijf weg van die mensen waarvan je denkt dat ze je schaden. Dit is slechts een obstakel, dat je gemakkelijk kunt overwinnen om je dromen en doelen te bereiken. Als je een persoon bent die de dagen voorbij laat gaan door te wachten tot er goede dingen gebeuren uit het niets, zal het leiden van een gelukkig leven een beetje moeilijker zijn. Je moet voor de korte en lange termijn doelen stellen. Denk na over wat je wilt in het leven en waar en hoe je wilt zijn over een paar jaar, met betrekking tot je werk, je financiële situatie en je relaties. Lach.
Het leiden van een gelukkig leven is het belangrijkste ding om gelukkig te zijn. Wanneer je lacht, maakt je lichaam endorfine aan. Die helpt bij de bestrijding van stress en het stimuleren van de verwijding van de bloedvaten. Geniet van alle speciale momenten in je leven. Wees blij om het succes van anderen. Kijk naar de positieve kant van situaties. Waardeer de mooie dingen die het leven je geeft. Geniet 100 van alle dingen die je plezier bezorgen. Houd in gedachten dat geluk niet alleen bestaat uit het hebben van geld, reizen of comfortabel zijn. Het leven bestaat uit kleine details, die zorgen dat je je tevreden en voldaan voelt. Geniet van het voedsel waar je van houdt, een goede film, wijn, een bad, meer tijd doorbrengen met je familie en kortom, er zijn vele eenvoudige dingen die je kunnen laten zien dat je leven beter is dan je denkt. Het eten van bewerkte voedingsmiddelen kan zorgen dat je je opgeblazen voelt of aan indigestie lijdt, dat je je gestrest voelt en het verhoogt de kans op het krijgen van een chronische ziekte en zou je prestaties in de dagelijkse activiteiten kunnen verlagen.